Hallo, ik ben Frank van Weer en dit hier is onze over terrier met de nadruk op terrier. Ik hoop dat u het niet vervelend vindt, maar u wil het per se op mijn school zien. Goed, ik wil vandaag eens even in dit filmpje wat handigheidjes in Excel tonen. Ik zat gisteren nog met een collega die een beetje schrok van die dingen die ik deed. Ik dacht van, dit is iets wat misschien voor heel wat leerkrachten handig kan zijn. Ik ga dus geen formules, geen ingewikkelde dingen, maar gewoon even een paar basic functies in Excel die, heel vaak, die ik zelf heel vaak gebruik als leraar. Ik heb hier een aantal cijferreeksjes en ook een letterreeksje staan. Kijk, als je nu hier heb ik 2x1 staan. Als je in dit hoekje gaat staan, dan wordt het kruisje zwart. Als je dat dan doortrekt, dan gaat hetzelfde cijfer verder gezet worden. Dus dat is een standaard manier om dingen te gaan kopiëren. Doe je dat gewoon met een 1, dan probeert Excel te raden wat je gaat doen. In dit geval, voilà, over een 1. Wil je daar een cijfer van? Je hebt bijvoorbeeld een klaslijst met leerlingen en je wil die een nummer even geven om een of andere reden. Dus voilà. Dan doe je dat zo. Ik heb hier dus, ik ga even ongedaan maken, twee zaken staan, 1 en 2. Ik pak het hoekje en ik schrijf het nummer. Wat Excel hier eigenlijk doet, is het verschil verder zetten. Ik kan het even tonen met deze twee cijfers, waar ik 5 en 10 staan. En die twee vakjes selecteren, ik trek dat door en dan die 5, 5, 10 enzovoort. Dat werkt niet met letters. Als je hier een reeks A, B staan bijvoorbeeld, dus trek die door en gaat hij proberen te raden wat hij doet. Dan heb je hier AB, AB, AB. Dat gezegd zijnde, dus je hebt hier, en dat werkt trouwens ook voor één venstertje, je kan hier nog gewoon verder. En dat werkt ook voor formules, dat zal je straks wel even zien. Hier linksbovenaan heb ik zo'n vervelende lijst van namen. Ik heb bijvoorbeeld van ergens een lijst namen geïmporteerd en die zijn verkeerd gesorteerd, zal ik zeggen. Die gaan hier horizontaal en ik wil die eigenlijk verticaal. Wel, precies is dat ook weer niet moeilijk. Je selecteert de namen of de reeks namen. Je klikt rechts en je kopieert. En voor het plakken hier, ik ga ze even hier plakken. Voor het plakken pak je plakken speciaal. Dan komt er een venster zoals dit ongeveer open. En de functie die je hier zoekt is transponeren. Als ik daar oké klik, dan zie je dat Jan Janssens nu horizontaal enzovoort. Stel dat ik hier die wil nummeren, dan ga ik dus hetzelfde doen als wat ik straks deed. Ik plaats hem overal een hele lijst te gaan nummeren. Dit doorvoeren en ik heb er heel mijn klaslijstnummers. Nu, wanneer ik dit, ik ga even deze hier rechts selecteren, kopieer. En ik ga die bijvoorbeeld in een Word-document plakken. Dan krijg ik dit als resultaat. Het vervelende dat hier, je ziet dat niet meteen, maar hier staat eigenlijk een tabulator, of soms zelfs een enter, dus afhankelijk van hoe je de gegevens binnenkrijgt. Behoorlijk vervelend als je zegt van ja, ik wil Jan Janssens in één plaats of in één veld gaan plakken straks of zo. Toon ik even hoe dit kan. Ik ga dit even in het formulier in de kolom E doen. En hier ga ik een is gelijk aan. Dus eigenlijk een formule maken, maar geen paniek, het wordt niet heel ingewikkeld. Is gelijk aan A1, het N-teken. En als ik nu meteen, pardon, ik moest B1, B6 zijn, dus ja, sorry. Het gewoon zeg ik A1, maar. Dus B6, waar Jan staat. Als ik nu gewoon C6, waar Janssen staat, hierachter plak, ik ga dat ook eens verkeerd doen, dan zie je hier dat de naam Jan Janssen aan elkaar geplakt is. Dus die formule is fout. Wat moet je daarmee doen? Je moet daar die dubbele aanhalingstekens gewoon een spatie tikken. Dus nu heb ik hier een spatie getikt en terug de aanhalingstekens. Dus je hebt hier B6 en een spatie en dan mag er, zoals de formule hier staat, daarachter, maar dus C6 getikt.
C6. Maar dan moet natuurlijk nog een M8 flank. Zie je? Dus B6 en dan hier Janssens erachter. Als ik nu enter, zie je dat hier Jan Janssens mooi correct staat. Wil je hem andersom, dan doe je natuurlijk gewoon het omgekeerde. Is gelijk aan eerst Janssens bijvoorbeeld. Spaties. Aanhalingstekens met die spatie. Ja, inderdaad, ik ben die N vergeten. En hier nog eens N. En dan de Jan. Achteraan aan dit keer krijg je hier Janssens Jan. Als ik hier die formule, als ik daar tevreden mee ben, bijvoorbeeld in deze geval, ga ik die formule ook doorvoeren naar de rest. Dan krijg je hier Peter Peters en Anna's die ook correct staan. Of in deze context wordt het dan Peters Peter en Anna's aan. Dit hier, als ik dat ga kopiëren en bijvoorbeeld in mijn Word plakken. Hier, zie je wat hier van Anna is. Voilà. Het verschil te laten zien. Dit is wel degelijk Jan Janssens. Ja. En Peter Peters enzovoort. Pak makkelijker dus om daarmee om te gaan. Ik wil nog één dingetje laten zien. En dat is, het komt mij wel eens voor dat ik van meerdere klassen mensen heb. Of dat ik die mensen op een bepaalde groep wil sorteren enzovoort. Stel nu dat deze eerste drie toehoren aan groep A. Dan kan ik eigenlijk hetzelfde gaan, diezelfde formule gaan gebruiken om naar groep A voor te zetten. Is gelijk aan. In heel veel, ik gebruik dat bijvoorbeeld om een lijst te maken in Seesaw, dat is een portfolio tool. Als ik daar groep A zou voorzetten, dan sorteert die volgens die groep en dan gaat groep B iedereen gegroepeerd zijn. Dus hier moet ik gelijk de aanhalingstekens en dan wat ik ervoor wil, in mijn geval groep hoofdletter A, aanhalingstekens dicht, de N. Van, en dan ga ik de familienaam nemen, Janssens, dan nog eens de N voor mijn spatie tussen familienaam en voornaam, nog eens de N en zijn voornaam, ik enter, en ik had hier bij groep A nog weer eventjes achter de A een spatie getikt, waardoor die helemaal goed is. Groep A, Janssens Jan. Kijken of ik dit ga doorvoeren. Komt bij iedereen goed vast. Dit kan ik dan weer gaan kopiëren naar mijn tool en daar in mijn klaslijst aan Seesaw aanplakken. Voilà, een paar kleine dingetjes in Excel. Veel plezier ermee. En de groeten van onze